We gaan de voelsprietjes gaan we maken uit het laatste stukje overschot van draad. We gaan dat draadje in twee knippen. Ja, we zorgen dat de twee deeltjes ongeveer even lang zijn. Dat maakt niet zoveel uit. We knippen dat mooi in twee. We houden ons draadje weer mooi vast, dat dat niet wegspringt. Ik zou wel graag hebben dat je bij de les blijft. Het staat ook op video ondertussen. Ja. Dan neem je één draadje. Ja. Je steekt dat tussen je ronde bektang. Hoe groot jij het rondje wilt van jouw voelsprietje, dat kan je zelf kiezen. Als je dat vooraan tussen je ronde bektang steekt, gaat dat een klein rondje zijn. Als je dat achteraan steekt, gaat dat een groot rondje zijn. In het midden dan het middel. Ik ga dat redelijk achteraan steken. Je ziet dat dat draadje daar niet uitsteekt. Dus ik neem dat draadje echt helemaal in het begin vast. En ik ga met mijn duim dat rond mijn tang plooien. Helemaal mooi rond mijn tang. Zo. En ik ga helemaal rond. Ik haal er mijn tang uit. Dan zie je dat ik dit al heb. En ik steek er mijn tang opnieuw in. Weer op dezelfde plaats. En ik ga voortvouwen. Dus opnieuw mooi ernaast. En ik plooi rond. En dan haal ik er mijn tang uit. En dan hebben we onze eerste voelspriet gevouwen. Op die manier. Voilà.